Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag trekken de wolkenvelden over het land, maar van tijd tot tijd schijnt ook de zon. In de vroege ochtend kan er nog wat nevel of mist voorkomen, maar die verdwijnt geleidelijk. Verder trekt er vooral in het noorden en noordoosten van het land een enkele bui nog over, in de rest van het land blijft het overwegend droog. Het wordt vanmiddag 16 of 17 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond is het waarschijnlijk op de meeste plaatsen weer droog en wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen lijkt het weerbeeld redelijk op vandaag. Er zijn iets meer buien dan vooral in het westen, midden en noorden van het land. Verder is er van tijd tot tijd zon en dat is dan vooral in het oosten en zuiden. In het westen en noorden trekt meer bewolking over. Het wordt opnieuw 16 of 17 graden bij een geleidelijk aantrekkende zuidwestenwind. Op dinsdag is het bewolkt en zeer regenachtig. Pas laat op de dag komt de zon er nog even bij. Het wordt een graad of 16. Ook woensdag en donderdag blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd wat zon, maar ook buien, soms flinke buien en zeker aan de kust af en toe ook nog een stevige wind. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.